Een van de nieuwe rages onder jongeren, dankzij sociale media als Twitter, Facebook en YouTube, is momenteel het maken van een lipdub. Zo ook voor de eerstejaarsleerlingen van OBC Junior in Bemmel. In een week vol activiteiten maken zij hun eigen lipdub met als centrale thema pesten. Muzikale inspiratie, de nummer 1 hit Love Generation van Bob Sinclair. Voor de mensen die het nog steeds niet weten, wat is een lipdub? Een lipdub is een videoclip. Ja, doe jij maar. Jij kan er zo. Een lipdub is een filmpje uit één take. Dus je start de band, tegelijkertijd start je een nummer. En als het nummer is afgelopen, stop je de band. En je mag niet stoppen, je mag achteraf niets monteren. Dat heb je ook gezien, wij hebben niks gemonteerd. En dat is eigenlijk een lipdub. Dus het is niet makkelijk. Het ziet er makkelijk uit, maar dat is het niet. En zeker niet met 350 leerlingen. En vanwaar de keuze voor het thema pesten? Omdat wij dat bedacht hebben vanuit, laten we zo zeggen, van het leeft altijd. Het is altijd. En we wilden het eigenlijk met een vette knip ook doen. Door buiten te laten zien in het eerste gedeelte van, nou, slammenkamer is lekker op je bekkie. Zo ging dat vroeger. Ja. En het is in echt zwart-wit. En vooral in binnenkant hier in school is het niet. Maar we wilden het echt over de top laten zien. Dat was eigenlijk de bedoeling hiervan. Dus niet gewoon van, oh, pesten mag niet, blablabla. Nee, ja, gewoon niet doen. No way. Voor de ruim 300 eerstejaars waren het 3 dagen lang repeteren, decorstukken creëren en filmopnames maken. Allemaal voor de grand finale op woensdagmiddag. Een echte première, compleet met rode loper, een prijsuitreiking en in het bijzijn van ouders, broertjes en zusjes. Hoe was het nou om een lipdub te maken? Echt heel leuk, ja. Hele leuke ervaring, ja. Ja, het is heel erg leuk om te doen. Nou was het onderwerp pesten, was dat een lastig onderwerp? Nee, maar pesten is ook wel heel belangrijk en ja, het mag ook niet echt gedaan worden. Dus ik vond het wel goed dat het over pesten ging. Ja. En wat vond je van het eindresultaat? Was wel leuk. Was wel heel erg leuk. Wist u voor deze week wat een lipdub was? Nee, ik wist niet wat het was. En nou wel? Nu weet ik het wel, want ik heb het gezien. Nee, nooit van gehoord. Nee. Ja, op televisie heb je van die lipdubs voor de zieke kinderen en zo. Die heb ik een paar keer gezien. Hartstikke leuk. Dus dat is niet volkomen nieuw voor u? Nee. En een kind, meerdere kinderen van u doen mee in het clipje? Eén dochter. Uit A1B geloof ik. Ja, V. Heeft u er ook kunnen ontwaren tussen alle anderen? Ja, ze was net een beeld met haar en zo. Vond u wel het eindresultaat? Ja, prachtig. Geweldig, een feestje voor die lui. Leuk. Heel leuk. Ik vond het geweldig. Prachtig. Thank you.